Welkom bij de Dierenkliniek. Vandaag gaan we met de mensen van de Universiteitskliniek op bezoek bij Stichting de Ezelsociëteit in Zeist. En wordt Labrador Cooper door Martijntje en haar man Joost geholpen. In de behandelkamer van de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren maakt dierenarts Willem-Jan Kitselaar kennis met de grijze roodstaart Vito en zijn baasje Emru Guptas. Dit is eigenlijk gewoon onze controle van iedere 6 maanden. Even kijken of alles gezond is, of hij er goed uitziet. Voor zover ik zie wel, maar wat zegt de specialist? Beter er te vroeg bij zijn dan te laat. Dus tot nu toe is hij 1 keer ziek geweest. Hij had toen een infectie. Toen zijn we bijna 4 weken volgens mij elke week teruggekomen naar de kliniek om zijn bloed opnieuw te laten testen. En uiteindelijk is dat vanzelf overgegaan met wat antibiotica. Ja, dat was dus niet leuk. Hij was zo rustig en hij was zo stil. En hij bleef maar in 1 hoekje zitten. Het was, je merkte gewoon echt dat er wat was. Hij had geen kracht en hij wilde niet spelen en hij reageerde niet. Ik schrok ook wel heel erg van wat als het niet goed gaat of wat als het niet goed komt. Niet aan denken, nee. Ik begreep ook van de student dat u nog een vraag had mogelijk over het gedrag van de vogel. Namelijk dat hij af en toe wat te veel schreeuwt en wat veel mogelijk om aandacht vraagt. Het is altijd heel erg moeilijk om bij vogels, want deze hebben een intelligentieniveau van een klein kind van 3 tot 4 of 5 jaar oud. Ja. Om bij vogels te praten over gedrag wat hij doet. Dat kan een medische oorzaak hebben, maar het kan ook een gedragstechnische oorzaak hebben. Een aandachtvragende oorzaak. Als het specifiek gaat over dat schreeuwen, dan kan ik medisch nakijken wat ik daar ook ga doen. En kijken of ik een aanwijzing heb dat hij ergens bijvoorbeeld pijn ervaart of iets anders ervaart, waardoor hij mogelijk dat gedrag laat zien. Als het echt gaat om gedragstechnische zaken, dan vragen wij al vaak om nog een keer terug te komen voor een gedragsconsult. Die zijn vaak langer, die consulten. Maar dan hebben we ook een vragenlijst van ongeveer 180 vragen waarbij we u vragen dat van tevoren in te vullen. En wellicht ook filmpjes te maken van het gedrag wat die vertoont. Zodat wij van tevoren al weten wat het gedrag is en waar we misschien gericht advies kunnen geven. Oké. Okay. Hallo, liefie. Ja, hij luistert goed mee. Ja, hij zit inderdaad mooi. Hij weet dat het over hem gaat. Praat hij ook of niet? Ja. Niet tegen mij waarschijnlijk. Waarschijnlijk niet, nee. Ik denk, ik ben al blij dat hij op zijn minst een reactie geeft hier. Dus, ja, op zich is het natuurlijk best wel rustig. En ook even voor jullie. Bij vogels in een polykamer, zeker bij de intelligentere vogels, probeer ik nooit eigenlijk een vogel heel direct aan te kijken. Maar kijk ik altijd een beetje langs een vogel heen en heel veel met de eigenaar bezig. Ik probeer niet al te veel te bewegen, omdat elke beweging in zo'n kamer voor zo'n vogel stress kan zijn. Dus hoe de studenten staan is prima, namelijk op afstand en die kijken op afstand naar de vogel. En dat is voor de vogel heel erg prettig. Dus allerlei bewegingen met mijn handen is prima, want die kan je zien. Maar als ik nou ga bewegen hierheen, dan is dat voor die vogel vervelend. Dat is niet handig, hè? Dan kan ik beeld stappen. Zometeen zien we of het Willem-Jan met hulp van de dierverzorger lukt om Vito te kortwieken. De ambulante paardenkliniek vertrekt vanaf het universiteitsterrein op weg naar de Ezelsociëteit in Zeist. De ezelopvang verzorgt en herplaatst ezels en geeft ze een goede oude dag. Merrie Treintje loopt al een tijdje niet zo best. Paardenarts Aukje van Sommeren laat Treintje even op en neer lopen op de verharde weg om te zien hoe dat gaat. Ben je nog 1 keer op en neer? Ja. Goed voor de conditie. Zo op het eerste gezicht is niet te zien waar de kreupelheid van Treintje vandaan komt. Oh, boos het. Zeggerijn. Hè? Ja, moet even kijken hoe ze het, wat ze ervan vindt. Maar goed, als ik er iets uit op wil maken, dan zal ik het toch aan moeten raken. Zo simpel is het. Wat ik doe is van allebei de achterbenen eventjes aftasten. Omdat het best wel mogelijk is, omdat ze een beetje pittig is qua karakter en nogal losse beentjes heeft. Om even te kijken of ze ergens een zwelling heeft of wat warmte heeft. Of een gevoelige plek heeft waar ze ofwel zelf getrapt zou kunnen zijn door een ander. Ofwel iets waarvan ze zichzelf pijn heeft gedaan door een ander een trap te verkopen of door tegen de muur te slaan, wat ze ook nog wel vaker lijkt te doen. Treintje is nu 1 jaar in Zeist en heeft een pittig karakter, volgens Harry Dekkers, de eigenaar van de ezelopvang. Het is een beetje pittig ezeltje. Misschien nog een beetje gefrustreerd van het vorige adres waar ze staan heeft. Dus ze kwam hier toch redelijk gespannen binnen.
En we zien heel vaak met dieren, als ze, ja, ik zou maar zeggen, getraumatiseerd zijn. Het makkelijkste is gewoon, zet hem in de kudde en laat gewoon gaan. En dan gaat eigenlijk de rest meestal vanzelf. Ja, ik wil toch uitsluiten dat er pijnlijkheid vanuit die hoef uit voortkomt. En dat kunnen we doen door in ieder geval even met de tang erin te knijpen. Zachtjes, zachtjes, zachtjes. Ja, een beetje losse hoornflap. Maar ook bij de hoeven is niets te vinden. Nou, eigenlijk komt het erop neer dat we geen grote afwijkingen kunnen vinden. Dat is alleen maar mooi. Ik denk dat het meest waarschijnlijk is dat ze zelf of overstapt of door ergens een trapteen tegenaan te geven. Hè, wat ik net al zei. Is wel waarschijnlijk, want ze zijn nu in deze tijd van het jaar lopen ze veel te rennen. En ze zijn behoorlijk druk. Ja. Vooral 's avonds hebben ze een uurtje. Dan gaan echt de hormonen opspelen. En dan zijn ze heel druk en trapperig ook. Ja, precies. Kijk, als we nou ergens een zwelling of iets hadden, zou ik zeggen van moet je koud beginnen met koud afspuiten. Maar daar zie ik eigenlijk nu ook geen reden toe. Dus ik zou het gewoon heel even afwachten eigenlijk. Prima. Ja? Ja. Straks zien we de volgende klant, Mannes, die ook last heeft van kreupelheid. Cooper mag verder komen. Oké. Ja. In de dierenkliniek in Den Dolder komen de 2-jarige Labrador Cooper en zijn baasje Bob Kuit binnen. Ja, dat is misschien grappig. Mijn vrouw heeft een mini Cooper en eigenlijk vonden we dat een leuke combinatie. Cooper... We hebben met de kinderen toen nagedacht, want we wisten natuurlijk al een tijdje dat hij zou komen. Hoe gaan we hem noemen? En toen kwamen we eigenlijk op Cooper, met een C. Hij is nuchter, heeft niet gezeten. Hij is nuchter, heeft niet gezeten goed. Sinds gisteravond. Ja? Nee. Want het is even belangrijk voor de narcose dat hij niet gaat braken, zeg maar, en zich zou kunnen verslikken. Ik kijk hem nog even helemaal na of alles in orde is. Perfect. En dan ook in verband met de narcose. Mag hij even de tafel? Ik weet niet of je het wil. Cooper wordt vandaag gecastreerd. Hij is al eerder tijdelijk chemisch gecastreerd. Dit omdat je dan goed kunt zien hoe je hond van karakter verandert. Want hij is dus zoveel rustiger geworden. Ja, hij is zo echt heel lief. En niet meer op andere honden klimmen. Want dat was zijn favoriete ding, zeg maar, in waar, bos. Dat, dat macho dat gedrag. Want soms zie je ook wel eens dat er negatieve bijwerkingen van een castratie kunnen zijn. En dat is met name heel erg sloom worden. Dat mensen zeggen van ja, het is helemaal mijn hond niet meer. Ik vind het gewoon niet leuk meer. Kijk, dan moet je zeggen van doe je wel of geen castratie. Het is een mooie tussenstap. Ja, precies. Maar hij kon nog wel eens mannig zijn, laat ik het zo maar zeggen. En dat denk ik met die castratie zal dat een stuk rustiger worden. Dierenarts Martijntje van der Veer verricht eerst een algemeen onderzoek voordat Cooper naar de operatiekamer gaat. Mijn hartje klinkt goed. Ja. Het klopt. Het klopt, precies. Maar ja, we laten hem ook heel veel uit, dus hij kan ook niet dik worden. Veel beweging. Heel veel beweging. Want na de castratie moet je wel een beetje op gaan passen. Ja, want ze hebben ze hebben echt de neiging om nog meer op eten te focussen. Ja. En ze hebben wel wat minder energie nodig. Omdat ze op een of andere manier door de hormoonhuishouding, zeg maar, ze gewoon de neiging hebben om echt wat dikker te worden. Precies. En dan is het thuis heel belangrijk dat hij niet aan het wondje gaat likken, zeg maar. De eerste paar dagen meestal niet. Maar als dat gaat genezen, dan gaat het een beetje kriebelen, zeg maar. Ja. Dat hij dan de neiging heeft om eraan te gaan likken. Ja, wat we aanraden is eventueel een pakje, zeg maar, aan te doen. Ja. Maar sommige honden, ik denk dat hij best wel is. Dit is een sloper namelijk. Ja, dan zou ik gewoon een kap doen. Het een is, kap? Ja, het is wel heel ongezellig, maar meestal vinden ze deze dat niet zo heel zo'n erg. Zo'n lampenkap zijn we zo al. Ja, nee, goed. Oké, nou, succes. Ja, gaat lukken. Oké, Jacob, jij blijft hier. Ik doe hem even zo. Kom maar. Paardenarts Aukje is op bezoek bij de ezelopvang in Zeist. Klant nummer 2 is aan de beurt. Mannes heeft hetzelfde probleem als Treintje, die we eerder zagen. Hij loopt niet zo lekker. Nou, het is aanmerkelijk beter als dat was. Ja, maar ik vind het steeds wel flink hoor, wat hij zo laat zien. Zullen we eens even mee naar straat, dan zien we het gewoon ietsjes beter. Zie je dat hij nu elke keer zijn rechter voorbeen neerzet, dat hij met zijn hoofd naar beneden duikelt? Zie je hem? Dus dat betekent dat hij valt op zijn rechter voorbeen. Heel veel mensen denken dan dat betekent dat hij rechtsvoor kreupel is. Maar dat is hij dan juist niet. Ga maar zelf na, als jij jouw linkerbeen probeert te ontlasten, dan val je ook op je rechterbeen neer. Ja. Nou, dat doet Mannes precies hetzelfde. Aukje onderzoekt de benen van Mannes op warmte, zwellingen en opvallend kloppende aderen. Als er een ontsteking
onder in de voet zit, dan de bloedvaten die daar naartoe lopen, die gaan dan kloppen. En dat voelen kloppen, dat kun je dus voelen bij paarden of ezels die een probleem in de hoef hebben. Dan voel je de bloedvaten die er naartoe gaan harder uitslaan. Nou, op die diepe scheuren waar we een beetje naar keken net, hè, daar reageert hij eigenlijk ook totaal niet op, hè? Harry, de eigenaar van de ezelopvang, zorgt al ruim 20 jaar voor Mannes. En hij is gek op ezels en hun karakter. Ze staan verhouding tot paarden wat lager in de bloedlijn. Dus rustig gedrag. Die ervaren ze ook wel eens heel vredelievend. En als je er goed op let, is hun taal onderling ook heel duidelijk. Van dit vind ik leuk, dit vind ik niet. Zo is het goed, nu even niet. Daar zijn ze heel duidelijk in. Mannes die onderscheidt zich in wat brutaal gedrag af en toe. Op het randje denk ik van, is dit nog toelaatbaar? Maar dan eigenlijk moet je er ook weer om lachen, want dan is het een beetje qua jongensgedrag soms. Ja. Nou, ik vind hem behoorlijk kreupel. Maar dat hadden jullie zelf ook wel gezien. En zeker als dat zo al een goede week gaande is, dan had het, als het iets van een verstapping was geweest, had het eigenlijk al verbeterd moeten wezen. Maar als ik dat hele been nakijk, ik kan er eigenlijk niks bijzonders aan vinden. Hij reageert nergens gevoelig op, nergens zwelling, nergens dat het heel veel warmer is dan aan de andere kant. Dus wat dat betreft kunnen we ook heel goed beginnen met eens een week een pijnstilling ontstekingsremmer zetten. Kijken hoe dat helpt. Dat je hem toch gewoon een week, ook al zie je er niks aan, toch maar koud af gaat spuiten, dat linker voorbeen. Mm-hmm. En is het na een week nog echt niet verbeterd, als hij eenmaal van de pijnstilling af is, dan toch eens door naar de kliniek om het verder uit te zoeken wat nou precies het probleem is. Zometeen de laatste klant van vandaag, Kees, die zijn inenting krijgt. Hallo. Hallo dokter. Hallo. Ja, hi. Maar eerst terug naar Utrecht, waar Willem-Jan samen met de dierverzorger gaat proberen Vito, een grijze roodstaart, te kortwieken. De dierverzorger zal Vito vasthouden, want als zijn baasje dat doet, dan kan dat hun relatie verstoren. Ga hem af. Goed zo. Goed zo. Toch niet? Waarom niet? Ga maar. Ja, goed zo. Heel goed van jou. Ja. Kunt u zijn voorkant zijn snavel dicht houden, dat ik hem van achter kan pakken? Hij gaat waarschijnlijk wegvliegen. Kom maar. Even rustig. Lekker even handen kopen, maar ik kan gewoon. Oh, daar gaat hij. Hey, prima. Heel goed. Volgens mij was ik 14 of 15. Toen heb ik ooit voor 6 maanden een oppasgrijsje gehad in huis. En dat vond ik zo geweldig. En ik had zo'n goede band met die vogel. Dat ik eigenlijk altijd ervan gedroomd heb om een eigen te hebben. Nou ja, en dat wilde ze thuis niet, want dat was te veel gedoe en te veel moeite. En hij vraagde ook inderdaad heel veel aandacht. En toen was ik geslaagd. En toen zei mijn moeder zo van, nou, ik wil je iets blijvends geven. Wat is er blijvender dan een papegaai? Aangezien ze toch zo lang leven. Dus het is echt het zonnetje in huis. Het is gewoon echt alsof we een babytje erbij hebben. En als je chagrijnig thuis komt, dan maakt hij weer blij. Hij vrolijk job. Als hij alleen al kusjes begint te geven en je naam begint te roepen, dan is het eigenlijk al genoeg gewoon. Of hij gaat kiekeboespelletjes spelen in zijn eentje. Ja, dat is gewoon. Het flirt gewoon op. Ik heb hem. Kan je hem overpakken? Ja. Ja. Oh, liefie toch. Ja. Vanaf gevallen. Mag ik even deze vleugel hebben? Automatisch gaat een andere vleugel ook mee. Ja. Vogels worden gekortwiekt zodat ze wel vrij rond kunnen scharrelen, maar niet weg kunnen vliegen. Ja, en dan proberen we zo netjes mogelijk te doen als echte kapper. Alle veertjes dezelfde hoogte hebben. Ja, is ook helemaal niet aardig van mij. Ja. Dat was het. Wat goed van jou. Ja, heel goed gedaan. Ben je zo boos dat je dat niet eens wil? Vindt die druifjes lekker? Ja, we hebben in de tas zitten. Heeft hij net al gehad. Pak je druiven? Geweldig. Gaan we kijken of het op de paai is. Kijk. Ze zijn altijd boos als ik klaar ben. Ja. En ik heb net zijn trots afgeknipt. Ja. Dat vinden ze ook nooit prettig. Wat ben je lief. Oh. Wil je terug in je kooi? Kom maar. Ga maar terug in je kooi. Ga maar. Goed zo. Wat je ontzettend goed kan zien
aan uw relatie met de vogel is dat de vogel een ontzettend vertrouwen... Ja, daar ook. Ja, okay. Wat opvalt is dat hij ontzettend vertrouwen in u heeft. Dat is ontzettend leuk om te zien. Willem-Jan legt nog even uit hoe hij het kortwieken van Vito aangepakt heeft. Wat ik doe met het kortwieken is dat ik hem in balans houd. Met andere woorden, ik doe links en rechts, knip ik even kort. Ja. Als je beide kanten in balans houdt, kan hij wel nog afdalen. In balans, dus recht. Maar hij kan niet opstijgen en wegvliegen. Aha. Dat is het idee. Als je namelijk één kant knipt, wat heel veel mensen doen, dan krijg je zo'n vogel die mogelijk zo neerstort. Ja, want dat hebben we ook meegemaakt. Hij heeft een periode gehad dat hij elke keer heel naar terecht kwam. En ook elke keer echt op zijn oogje, op zijn snavel, echt allemaal... Ja, dat krijg je vaak op het moment dat hij niet helemaal in balans is. Een beetje vergelijkbaar met zo'n zaadje uit zo'n boom, wat aan één kant zwaarder is, aan één kant een helikoptervleugeltje heeft. En dat gaat dan zo, valt het naar beneden. Ja. Dat doet zo'n vogel precies hetzelfde als je die niet goed knipt. Dus wij knippen hem altijd in balans. Nou, dat was het. Dan zijn wij klaar. Ga ik alleen even een snoepje geven. Ja, als hij hem. Oh, hij gaat dat niet accepteren, denk ik. Hé, hey, liefie. Hallo, wil je deze? Wil je hem? Nee, niet. In Den Dolder treft Joost, de man van Martijntje, voorbereidingen voor de castratie van Labrador Cooper. Ga je mee? Kom maar. Ja. Hey Cooper. Het pootje van Cooper wordt geschoren en ontsmet om het infuus in te kunnen brengen. Ja, Cooper. Hij slaapt al een beetje. Hij is vrij rustig, hè? Nou, komt hier een klein prikje. Oh, ga maar liggen, dat mag ook. Goed zo. Ja, goed zo. Oké, zo. Ja. Kijk. Nou, super braaf, moet ik zeggen. Zo. Kijk of hij loopt. Oh, ga nu al slapen. Nou. De castratie zelf is geen risicovolle operatie, maar de narcose is dat wel een beetje. Maar alles lijkt goed te gaan. Nog even en dan kan de ingreep plaatsvinden. Ja. Op de ezelopvang is Kees aan de beurt. Kees krijgt een enting tegen influenza, oftewel de griep, en tetanus. De studenten diergeneeskunde helpen mee. Maar inderdaad, er is niet echt heel veel spier om die enting in te zetten. Dus ik zou hem mooi in zijn bil prikken. Misschien kun jij aan deze kant staan. Dan mocht hij reageren, dan staan we in ieder geval allemaal aan dezelfde kant. Je hebt net bij die andere ezel gezien hoe het ze kunnen uithalen. Dus wees daar een beetje op bedacht als je de naald erin steekt. Komt-ie. Nou, bravert. Oh. Volgens eigenaar Harry zijn ezels rustige dieren. Maar ook Kees blijkt een behoorlijk fel karakter te hebben. Goed zo, goed zo. Kees krijgt een stempeltje in zijn paspoort. En dan komt eigenaar Harry met nog een ezeltje aan. Dixie. Nog even, het is gewoon een bobbeltje wat eruit komt. Maar zij heeft dus een bobbeltje. Ja. Waar al eerder iemand van ons naar gekeken heeft. Ja. En die dacht dat het niet kwaadaardig was, maar alleen niet met zekerheid. Oké. Okay. En hebben we wel eens het idee van, wordt dat nou groter of niet? Maar hij vindt het niet leuk? Nee. Ja, het is een heel mooi afgerond bobbeltje. Hè? En meestal betekent dat inderdaad, wat mijn collega al heeft gezegd, dat het niet kwaadaardig is. Dat het juist iets goedaardigs is. Ze besluiten het bobbeltje op te meten, zodat ze in de gaten kunnen houden of het groeit. 2,4 centimeter is hij nu. Ja. Oh, prima. Nou, dus dat is een mooie om in de gaten te houden. Ja, we schrijven het op. Als het zo blijft, dan heeft niemand het probleem. Ja, volgens mij is het er niet echt pijnlijk aan. Het is meer dat ze dat gefriemel daar in de nek vervelend vindt. Ja, dat zou ik ook vinden als iedereen er continu aan zat. Ja, toch? Ja. Ja. Mooi. Top. Alle zieke ezels zijn gecheckt en de paardenartsen vertrekken weer naar de universiteitskliniek in Utrecht. In Den Dolder is Labrador Cooper in slaap gebracht en kan de castratie beginnen.
Bij een castratie worden de geslachtsorganen weggehaald. In dit geval dus de testikels van Cooper. In die testikels wordt het hormoon testosteron gemaakt. En als je ze weghaalt, is de invloed van de hormonen dus ook weg. Hierdoor wordt de hond over het algemeen wat rustiger en vertoont wat minder macho gedrag. Nou, hier is één testikeltje. Zo. Dus ik denk dat het voor hem ook beter is. Want anders, ik loop elke ochtend met hem in het bos. En dan loopt hij met heel veel andere honden. En was eerst altijd dat dominante gedrag dat hij op andere honden klom. En nu doet het dus niet meer. Dus ik denk dat het voor hem ook een stuk rustiger is. Ja. De manier van castreren verschilt van dier tot dier. Eigenlijk is het makkelijkste voor ons is de kater. De ingreep is vrij eenvoudig. Je snijdt gewoon over het balletje heen. Dan knoop je ook heel makkelijk af. En dit is echt een verbinding met het lieskanaal, zeg maar. Dus je zit je bijna in de buikholte. Dus daar moet het ook allemaal zo mooi steriel. Je hebt ook diersoortverschillen met gevoeligheid voor dit soort ingrepen. Voor infecties of juist dat het heel enorm irriteert. Als je aan het weefsel komt, dat het enorm gaat zwellen. Dat kan ook nog. Nou, dan hecht ik het zo dicht dat dit geen verbinding meer heeft met de lies, zeg maar. Oké, klaar. Cooper is gecastreerd. Volgende week hengst Eros, waarbij één testikel kwijt lijkt te zijn. En een tip van Martijntje over de aanschaf van rashonden. Dit en meer in de laatste aflevering van dit seizoen van de Dierenkliniek.